Vandaag bij mij te gast in de fluisterboot Geert Hoes. En Geert woont alweer een tijdje niet meer in Boksel. Ik wil onder andere weten waarom niet en of hij ooit nog terugkeert naar het oude nest. En nog heel veel meer. Roel. Hij is even terug. Hey Geert. Daar ben ik. Leuk man. Wat gezellig. Ooit in de fluisterboot gezeten? Nog nooit. Ja. Be my guest. Tof. Leuk dat ik een keer bij jou in de boot mag stappen. Je mag de boot in. Dit is de fluisterboot. Wauw, dat mooi, ik toch? Ook een keer geïnterviewd word bij Dommeland. Ja. Tof. Voorzichtig. Ja. Waar is onze kapitein Rob? Captain Rob. Kapitein Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goed. Jij gaat ons... Waar mogen we zitten? Hier. En ik ga hier. Okay. We kijken zo een beetje die kant op. We kijken naar de toekomst. Naar de toekomst? Ja. Dus, okay. Wat ons gaat brengen. Ja. We zijn vertrokken, Geert. Ja. Leuk. Mooi. Ja. Op weg naar Stapelen, volgens mij. Hè? Onder andere. Ja. Mijn openingszin elke aflevering. Wie zit er naast me? Ja, wie zit er naast je? Nou, naast je zit Geert. Geert Hoes. Geboren en getogen in Boksel. Geert, het is altijd moeilijk om over jezelf te praten. Dat was dik op jouw plek. Maar is ooit begonnen met werken bij Goede Tijden, Slechte Tijden. En daarna in allerlei series beland. Hoe komt Geert Hoes in Goede Tijden, Slechte Tijden terecht? Hoe komt... jeetje. Ik had mijn HAVO afgerond. En toen ging het bloed toch kruipen waar het niet gaan kon. In mijn familie zit eigenlijk iedereen in dit vak. En ik wilde dat doen. En toen zei ik tegen moeder, mam, ik ga naar Amsterdam. Toen zei ze, ja, maar ga je niet studeren? Nee, ik ga naar de toneelschool, denk ik. Oké. En toen had ik mijn tante en oma gebeld en dan mocht ik komen wonen. En toen ben ik naar Amsterdam vertrokken. En toen ging ik iedere dag op mijn fietsje alle castingbureaus af. Serieus? En toen had je nog geen TomTom of zo met de plattegrond van Amsterdam. Ja. En om mijn foto's en mijn cv af te geven. Ja. En binnen 2 maanden zat ik in goede tijden. Toen was het eigenlijk al een hele grote serie, toch? Of? Ja, toen hadden we nog maar 4 televisiezenders in Nederland. Ja. Dus Nederland 1, 2, 3 en RTL 4. En toen keken er echt dagelijks bijna 3,6, 3,7 miljoen mensen. Dat was echt ongelooflijk. Dan ben je van de ene op de andere dag ben je een BN'er. Ja. En dat vond ik verschrikkelijk. Ja? Ja, dat vond ik echt afschuwelijk. Want ik dacht wel dat ik het... Dat ik wist wat dat was. Ja. Ze hebben ook die vraag ooit aan me gesteld, de producent. Van ja, maar besef je wel, als je in de serie komt, wat dat doet. En dat mensen je in één keer gaan herkennen. En ik dacht van, nou, ik ken dat wel vanuit de familie. Maar ik weet nog goed dat ik de 1 dag op televisie was geweest. En ik reisde nog met de trein van Amsterdam Centraal naar Aalsmeer. Want we hadden in Aalsmeer de studio's. En toen zat er iemand in de trein en die stond op en die zei... Ik heb jou op televisie gezien. En op een gegeven moment stonden er steeds meer mensen op. Het voelde je net een soort aapje in de kooi. Toen dacht ik, oh, oké. Dit gaat het betekenen. Ja. Ben je eraan? Of? Ja, je went er op een gegeven moment wel aan dat mensen je aanspreken en dat mensen je herkennen. Alhoewel in die tijd was het echt waanzin. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat was echt gekkenhuis. In goede tijden heb ik maar eigenlijk 2,5 jaar gedaan. En toen kwam Costa. En heb je er zoveel verschillende dingen gedaan. En er blijft altijd een soort stempel. En, ja, dat... Maar goed, aan de andere kant, kijk, en dat is ook weer zo. Dankzij die serie heb ik wel ook wel heel veel andere mooie dingen kunnen doen. Het is wel een ideale opstap geweest voor mij. Over opstapje gesproken. Ja, het is wel mooi dit, hè? Het is mooi dit, hè? Prachtig. Je zit ineens in de natuur. Ja. Ben je een beetje natuurmens, Geert? Ik ben heel erg natuurmens. Nou ja, hier bij het Stapelen ook. Ik heb heel lang hier op de markt gewoond. Ging wel heel veel wandelen. Leuk man. Ik vind het een hele fijne plek. Ja. Dit Boksel is wat dat betreft wat ik zeg. Dat is echt een prachtige plek. Je hebt Campina eromheen zitten. Je hebt Stapelen. Ja. Je hebt Sparrenrijk. Je hebt zoveel plekjes waar je... Maar toch gaat Geert Hoes, die zegt op een gegeven moment, ik vertrek. Ik vertrek, ga naar Den Bosch.
Ja, ik heb eerst 9 jaar in Amsterdam gewoond. Oké. Okay. En toen ben ik, toen mijn zoon... Ja, oké, maar dat is een hele afstand. Maar van ja, toen mijn zoon Boksel naar Den Bosch, waarom gaat iemand in Den Bosch wonen? Vanuit Boksel? Ja, nou ja, ik woon niet echt in Den Bosch, ik woon in Vlijmen. Okay. Dus ik woon net op het randje. Om een nieuwe plek te vinden in Boksel is best lastig. En ja. In Vlijmen... valt onder de gemeente Heusden officieel. Ja, oké, maar is dat de reden? Ik zie in jouw ogen... De reden daarin is heel, heel duidelijk. Is dat die heel veel stimulerende middelen bieden. Om, of hoe zeg je dat, stimulerende middelen? Ja, klinkt een beetje raar, maar... Ik bedoel het in de vorm van dat ze subsidies brengen. In de vorm van voor je zonnepanelen. Dus wij hebben een heel energiezuinig huis kunnen bouwen. In een prachtig nieuwe wijk. Grote tuin erachter. Ja. Dat is in Boksel niet haalbaar op dit moment. Maar zou ik kunnen zeggen dat jij ontevreden weggegaan bent uit Boksel? Mag ik dat zo zeggen? Ik vind dat er in Boksel heel veel goede dingen zijn. Maar ik vind op dat vlak, qua woningen, vind ik het, is de expansie heel lastig hier. Ja. Er zijn hier weinig weilanden die vrijgemaakt worden om even een mooie nieuwe wijk neer te zetten. Ja. Je bent vrij jong vader geworden, denk ik. Ja, ik ben vrij jong vader geworden. Op je? Op mijn 22e. Dus heel bewust ook wel, want ik ben mijn vader op jonge leeftijd verloren. En ik vind vader zijn ontzettend leuk. Kijk, we hadden het net over de natuur, wat ik met Robijn heel vaak doe. Deed ook in het verleden. Robijn is jouw zoon? Mijn zoon, toen hij nog jong was. Ja. En heel vroeg wakker was, gingen we herten kijken op Sparrijk. Okay. Dan gingen we door het bos heen, dan gingen we herten spotten. En weet je wel, ja, dat doe je niet meer zo snel als je 60 bent. Ja. En leert Robijn jou nog iets? Dat je denkt van, hey, zegt de pa. Dat is natuurlijk een hele andere generatie. Dus die leert mij om soms ietsjes laidbacker naar bepaalde dingen heel te goed, kijken. Ja, heel goed. Oh, daar gaan we weer. Oh, dan moeten we een beetje je deze brug op? Brug bij Stapelen. Ja? Serieus? Zo. Mooi man. Er zit geen vleermuis onder. Hoe diep is het hier dan? Het is hier niet diep. Hoe diep is het hier? Het is hier niet diep. 80 centimeter qua water? Joh. Ja, ja. 80 centimeter. Dat is niks. 80 centimeter, joh. Nee. Maar Geert, jouw vader kwam net te sprake. Ja. Jij was 3, denk ik? Ja, ik was 3 toen mijn vader overleed. Ja. Klopt. En die is plotseling overleden, las ik. Ja, klopt. Die was ook een acteur. Ja. We hadden in Zeeland een huisje waar we vaak heen gingen. En hij bereidde soms het weekend zichzelf voor die week daar. Dus wij hebben hem daar gevonden toen, buiten. Op een tafeltje. Ja. En heb je daar als 3-jarig kind nog op jouw netvlies staan dan? Of? Nee, kijk, ik ben zelf bij dat moment niet bij geweest. Dat... Dat is denk ik ook wel goed. Maar goed, kijk, mijn vader die was een hele lieve, aimabele man. Ook als je in het vak mensen over hem hoort spreken, dan had hij met niemand ruzie. Het was altijd, goed, maar misschien te goed. Ja. En had daarnaast ook een heel groot probleem en dat was alcoholisme. Oké, okay, en zo. Dat is ook zijn dood geweest. Oké, okay. Zo, dat is heftig. Dus hij was op zijn 41ste op. Zo. Ja. Dus dat, ja. En heb je dan... Ondertussen vliegt een eend. Een eend. Heb je je jeugd beleefd zonder vader? Of was er een andere vader? Nee, of? Ik heb mijn jeugd altijd zonder vader beleefd. Mijn moeder, mijn vader was wel... mijn vader was haar grote liefde eigenlijk. Ja. Zij was fan van mijn vader vroeger. Oh, dat is mooi om te horen. Zij heeft hem echt ontmoet. Zag hem op het podium en toen dacht ze van... Zo. Ja, toen hij nog getrouwd met iemand anders. Zo. Zo. Ja. Maar, Maar die man die heeft zoveel problemen in zijn leven gehad. Die kan daar heel open in zijn. Want die zat ooit op het seminarie. Was de oudste van een katholiek gezin in Tilburg. Die is in de 5e van het seminarie gevlucht. Want hij zat in Raamsdonksveer, in dat welbekende seminarie. Okay. Het een en ander is misgegaan. Zo, ook nog eens. En dat heeft hij nooit kunnen verkroppen. Zo. Dus daar heeft hij zijn hel in de drank. Zo, gezocht. Dat is heftig, zeg. Ja. Ja. Dus ja, weet je wel dat... Tak aan, Geert. Pas op. Ja. Bukken. Ja, joh.
Maar ik moet wel zeggen, Geert, jij lijkt als twee druppels water op jouw vader. Op mijn vader, dat is ja. Echt niet normaal. Qua uiterlijk. Ik heb vanmorgen gekeken. Qua ja. Innerlijk weet ik niet, maar uiterlijk. Ja, dat is echt niet normaal. Nee, maar innerlijk is denk ik net iets anders. Ja, nou gelukkig maar. Nee, dat, ja, want, maar nee, qua uiterlijk wel. Dat is wel altijd best wel gek geweest, hoor. Want ik weet nog goed dat ik foto's bij mijn moeder aan het doorzoeken was. En toen was ik 15 of zo. En toen kwam ik zwart-wit foto's tegen. Toen zei ik tegen mijn moeder, wanneer heb je deze foto van me gemaakt? Ik herken hem niet. En toen bleek mijn vader te zijn. Zo. Maar toen is, dus ja, qua uiterlijk is het hetzelfde. En hoe erg was nou het gemis? Ik bedoel, als je dan zoveel bereikt, toch? In jouw carrière denk ik aan die paar. Of denk je dat die mee is, ben je? Is een heel groot gemis. En dat is niet alleen bij mij, maar dat is ook bij mijn zussen. Ik heb nog twee zussen. Je hebt bepaalde momenten in je leven dat je toch een vaderfiguur even nodig hebt. Ja. En die mis je dan. Ja. Alhoewel mijn moeder een fantastische rol heeft vertolkt aan twee kanten. Maar goed, kijk, er zijn bepaalde momenten in je leven dat je toch graag je vader even bij je wil hebben. En ben je iets van gelovig of zo? Denk je dat hij nou bij jou is af en toe? Of? Nee, ja, ik heb een grote afkeer tegen het geloof. Ja. Maar dat komt meer doordat wat er voorgevallen is met mijn vader. Ja, ja ik geloof wel in energie. Kijk, ik ga nog wel vaak naar hem toe. En als ik met iets zit, of dan ga ik even naar zijn graf. En dan neem ik een biertje mee. En dan gooi ik dat biertje over het graf. Ja, ja leuk. En dan post ik zelf heen. En dan heb je toch het gevoel dat je even bij hem bent. Ja. Ja. Indrukwekkend. Diepe gesprek, hè? Die indrukwekkend, ja, man. Zo op de dommel. Ja, joh. Dat is het mooie. En jouw moeder, daar heb je een hartstikke goede band mee. Ja, mama die woont nog steeds hier in Boksel. En die spreek ik om de dag sowieso wel altijd. Oh, hier ligt het helemaal vast. Dus we kunnen hier niet verder. Ja, man, we gaan het terug. Ah, ja. Geert, ja. We zijn even aan wal. We hebben koffie. Lekker. Ja? Heerlijk. Ouderwets met een koffiezetapparaat gezet. Goed zo. Op de gok, hè? Goed zo. Maar met liefde. Lust jij er iets in? Denk het niet, hè, zo te zien. Helemaal zwart. Lekker. Daar ga ik ook voor zwart. Oh. Geert. Goeie tijden, slechte tijden. Slechte tijden, ik zeg 2016. Wat zeg jij dan? 2016. Je bedoelt faillissement bedoel je dan? Ja, oh ja. Was het 2016 of was het 2015? Volgens mij 2016, als ik het goed gelezen heb. Hmm. Ja, dat is wel een heftige periode geweest. Ja, kijk, weet je wat het is? Waar ik net ook een beetje bedoelde van, je doet zo verschillende dingen. Ik ben altijd wel redelijk ondernemend geweest daarnaast. En dus ik heb toen een bedrijf opgezet, productiemaatschappij. Waarvan ik ook dacht van nou, degene die daar mee zou doen, daar had ik heel veel vertrouwen in. Ja. Maar dat bleek toch iets anders te zitten. En dan moet je op een gegeven moment een besluit nemen. Dan. Maar je bent ouderwets genaaid eigenlijk. Ja, zo kun je het wel noemen. Ja. Ja. En ik was qua vertrouwen gewoon veel te goed. Kijk, er zijn heel veel mensen die ietsjes harder zakelijk zijn dan ik. En ik... Ben je harder geworden dan? Ik ben veel harder geworden. Daardoor? Ja, ja zeker. Ik heb al mijn spaargeld er toen in gestopt. Dat was een hele harde leerschool. Ja. Ja, zeker. Maar ook niet alleen op dat vlak, ook vrienden. Want je merkt ook dat... ik had altijd heel veel mensen die met je samen wilden zijn en vrienden en weet ik wat allemaal. En als er dan zoiets gebeurt, dan wordt die groep toch steeds kleiner. Ja, als je wint, heb je vrienden, hè? Herman Brood. Ja. En, maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Dat heeft mij ook... Kijk, het positieve daarvan is dat ik er heel veel van geleerd heb. En wat ik ervan geleerd heb, is dat ik nu gewoon een stukje harder in het leven sta. Ja. Maar het lijkt me verschrikkelijk om mee te maken. Ik heb vanmorgen even zitten kijken op het AD naar het oude bericht. En er staat dus gewoon met grote letters Geert Hoes bankroet. Ja. Als je dat leest, dan denk ik... Ja.
Ja, dat is het nadeel natuurlijk als je weer, dat is de andere keerzijde van bekend zijn. Ja, dat bedoel ik. Dan, maar het mooie wat ik weet nog goed dat dat gebeurde en toen werd dat bekend. En toen liep ik hier in het dorp bij de supermarkt en dat ik meerdere mensen me aanspraken en zei, ja, ik heb het ook weer meegemaakt. Ja. Ik vond ze, maar daar hoor je niks van. Nee. En die zijn waarschijnlijk voor veel grotere issues komen staan, veel grotere faillissementen meegemaakt. En nu ga je genieten. Nee, nu ben ik aan het genieten, ja, toch? Ik, ja, een bakje koffie in de natuur. Midden in de natuur, hè? Ja. Echt niet normaal, hè? Ja. Hm. Het leven is dan mooi, Geert. Maar stel, ze bel jou morgen op. Mm-hmm. GTST, goede tijden, slechte tijden. Mm-hmm. Geert Hoes is 10 jaar lang op vakantie geweest in de serie en die komt terug. Met vrouw en kinderen. Ja. Wat doet Geert? Dan bedank ik ze vriendelijk. Dat meen je? Ja. Meen je dat echt? 100%. Ja, ja, zeker weten. Ja. Maar dat betekent dat je er eigenlijk niet zo blij achteraf mee bent. Jawel, ik ben er heel blij mee geweest. En ik heb 17 hele mooie jaren gehad die ik voor de camera heb kunnen doorbrengen. Waar ik heel veel mooie dingen heb kunnen meemaken. Ook negatieve dingen. Maar de rust die ik nu ervaar doordat ik zelf niet meer per se voor die camera hoef te staan. Of je continu moet bewijzen, of je continu moet laten zien. Ook in het theater, weet je wel, dat je ieder weekend op het podium stond. Dat je eigenlijk niks echt met je gezin kan doen. Die kun je bewust vakantie dus, nemen. Ja, vreemd is dat toch altijd dat mensen daar willen zijn, hè, waar een artiest is. Ja. En als een artiest daar is geweest, wil die zijn waar de gewone mens is. Ja. Rust. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon dat heel goed door kunnen zetten. Alleen ik heb een paar negatievere dingen meegemaakt. In het vak ook. Die het vak ook met zich meebrengt. Okay. Dat heeft te maken met dat is een keer mee. Dat is ook grote nieuws geweest. Vanwege de rol die ik speelde. Okay. Dat ze me voor mijn huis in elkaar geslagen hebben toen. Sorry, wat zeg met je? Met 5 man. In de serie of echt? Nee, nee, niet echt. Dat meen je niet. Echte leven, ja. En waarom? Omdat je in de serie iets deed? Ja. Nou, fictie-realiteit is voor sommige mensen heel lastig. Ja. Te, zo. Dat je heel veel dreigementen, heel veel dreigbrieven kreeg. 24 uur beveiliging, echt dreigbrieven tot in je kleedkamer toe. Zo. Dat ik echt 2 maanden lang met beveiliging heb moeten rondlopen. Omdat er gewoon risico was. Dat je gezin bedreigd wordt, dus je vriendin ook. Ja, dat is heel negatief. Nou, dat kan je wel stellen, ja. Dat is niet leuk. Nou, daar sta ik echt van te kijken. En dan ben je op een gegeven moment... als ik de rust die ik nu ervaar... En natuurlijk, mensen herkennen je nog wel. Want het is allemaal ietsjes rustiger. Ja. En een film. De producent belt u op. Ik ga een film maken van 5 miljoen. We gaan voor de Oscars. Geert gaat daar een prominente rol in spelen. Nou, voor 5 miljoen kun je geen film maken, sowieso. Okay, nou ja, laten we dan 50 miljoen van maken. Ik ken de bedragen niet zo die daarin rondgaan. Nee, ook niet. Mijn zus die heeft een filmproductiemaatschappij in Zuid-Afrika. Die woont in Kaapstad. Die werkt met de grotere der aarde op dit moment. Van Halle Berry tot Charlize Theron. Die hebben net Mad Max gemaakt. Okay. Ik hoef daar niet in mee te draaien. Nou, dat siert jou, moet ik zeggen. Nee, het is maar net waar je tevreden mee bent. Ja. Het zou denk ik alleen maar erger worden. Het zou heel raar zijn als ik een negatieve... Als je een beslissing neemt om uit het vak te stappen... en je vervolgens een aanbod krijgt om een film te doen... die wereldwijd bekend zou worden... dan zou ik helemaal nergens meer op een rustige manier kunnen lopen. Ja. Dat vind ik niet prettig. Ja. Ja, het punt is dat je niet aan en uit kunt zetten, je bekendheid. Nee. Nee, het enige voordeel is, kijk, in Bokstel of waar je opgegroeid bent... is het allemaal rustig, dus dan kun je gewoon lekker ontspannen lopen... En een ander dorp is het weer net iets anders. Ja. Maar goed. Maar ik hoef die bekendheid niet meer. Mooi. Dus dat ik voor jou een uitzondering maak nu op dit moment om een interview te doen. Ja, ja, nou, dat vind ik mooi. Zullen we weer instappen? Is goed. Ja, was een goed bakje koffie. Ja, vind ik ook. Ja, je mag er nog wel een. Nee, echt niet? Ja. Let's go. Ik had een koekje eigenlijk, maar... We zitten een beetje vast, Geert. Ja. Wanneer zit jij wel eens vast? Dagelijks. Dagelijks. Nee. Tegenwoordig steeds minder. Ja, maar je komt altijd los. Meestal kom ik wel los. Ja. Na een paar bier. Ja, maar... Ja. Maar je drinkt niet veel, neem ik aan, hè? Nooit. Nee, ik snap het. Ja, rust hadden we het net over, maar dan moet dit ook voor jou toch geweldig zijn, dit? Ja, ik vind dit heel mooi.
Ik vind het heel fijn. Natuur is voor mij heel belangrijk. Ik zat vroeger al bij de jeugd natuurwacht. Je meent het? Ja. In een uniformpje? Of? Nee, dat was zonder uniform. Maar dan ging je s'avonds op vleermuizen, jacht en van allerlei leuke dingen doen. Het gaf mij altijd heel veel rust om in de natuur te zijn. Ja. Ik ben ook een heel fervent visser en ik vind dat heerlijk. Ja. Ik heb nu ook voor mijn huis hebben we ook een watertje. Gisteravond, ondanks dat we de hele dag met mijn zoon naar het water hebben gezeten, hebben we gegeten. En dan ga ik nog heel even met een klein hengeltje kijken wat ik nog met daar uit het water kan halen. En over jouw zoon gesproken, wat wil je jouw kinderen meegeven? Jouw zoon, Robijn, die is 14. Ja. Dus die staat aan de rand van zijn leven. Ja. Wat hoop je nou dat hij later zegt van nou, heb ik van een spa? Nou ja, dat je kunt genieten. Maar wij genieten wel ook van heel veel kleine dingen. Dus het hoeft allemaal niet. We zitten natuurlijk al in een maatschappij waar alles groot, groot en groot moet zijn. Ja. En dan moet het allemaal veel geld kosten. Dus allemaal merkkleding. Moet allemaal. Ja. Maar dat je ook gewoon thuis kan genieten. Van kleine dingen. Kleine dingen. Of als je in de natuur loopt, dat je de dingen ook bewust ziet. En zie je hier iets, zeg je, wat je ziet in de natuur? Wat zie je nou dan, als je om je heen kijkt? Ja, kijk, als je nu je ziet het nu niet, maar soms zie je daar van die gaatjes in de zijkant zitten. Ja. Wat heel weinig mensen weten is dat daar vaak vogeltjes in zitten. Zie je daar hun nestjes in bouwen, in de zijkant van de rivierbedding eigenlijk. Ja. En waarom doen ze dat? Want dan zitten ze dicht bij de voeding en ze zitten redelijk veilig voor roofdieren. Ja. Nou, weer wat geleerd. Dus boksen natuurlijk. Boswachter ja. Geert. Ja, ik denk als ik... ik wilde vroeger altijd dierenverzorger worden op boswachter. Serieus? Dat vond ik echt fantastisch. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Ja. In de fluisterboot. Ja. Even zakken. Hier, daar gaan we. Wow. En ben je ijdel, Geert? Ijdel? Ijdel, ja. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. I-D-E-L. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. 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 Nee, ik ben niet... het is niet dat ik 's ochtends voor de spiegel sta en van... Hoe zit alles? Ja. Ben je ooit ijdel geweest? Ik denk dat of ik ooit ijdel geweest ben, ja, dat denk ik wel. Ja. Toen ik veel op televisie kwam, was ik daar wel erg mee bezig. Ja. En tegenwoordig, wat doe je nu? Ik werk nu als impresario. Dus we vertegenwoordigen artiesten en producenten binnen het theaterlandschap eigenlijk. En dat is jouw ding, zeg je? Ja, daar zit ik heel erg op mijn plek. Okay. Ja, je zit en binnen het theaterlandschap. Het zijn wel lange dagen natuurlijk, want je moet ook veel zien. Dus je bent veel 's avonds wel weg. Ja. Maar het staat ook weer tegenover dat je ook weer heel veel vrije tijd kunt hebben. Ja. Omdat je, om in de fluisterboot te zitten. Om in de fluisterboot te zitten, ja. Leuk. Dan maken we even een bruggetje. Naar de toekomst, Geert. Naar de toekomst? Ja. Geert... Want jij bent nu 36. Zit je wel eens tegen de leeftijd van je vader aan te hikken? 41. Nog 5 jaar. Denk je er wel eens aan? Van nou, 5 jaar maak ik even oud als mijn vader geworden is. Zeker. Ja, ja, ja. Dat is heel lang een angst ook voor mij geweest, hoor. Maar dat is een angst die natuurlijk heel raar is. Maar dat ik heel lang gedacht heb, oh, ik ga ook op mijn 41ste dood. Weet je wel. En nu denk je daar nog? Nee, tuurlijk niet. Nee. Tuurlijk niet. Maar daar heb ik wel heel lang last van gehad. Maar de toekomst, ik hoop dat ik nog heel lang kan genieten van mijn kinderen. Ja. En langer dan 5 jaar in ieder geval. Ja, dat sowieso, ja. Dat sowieso. Want als jouw vader nou... Kijk, je bent niet geloofd, maar als jouw vader nou terugkijkt op jou... Die mm-hmm. kijkt, wat zou die dan van Geert Hoes van zijn zoon vinden, denk jij? Dan denk ik dat hij zou zeggen van... Kijk, laat ik het anders verwoorden. Ik ben niet voor niks een paar keer met mijn neus tegen de muur aangelopen. Ik denk, als ik nu kijk hoe ik de opvoeding bij mijn kinderen doe, dat ik ze echt voor kan waarschuwen. Dat is bij mij niet voor niks wel gebeurd dat ik met mijn neus tegen de muur aangelopen word. Omdat je simpelweg niet die kant hebt meegekregen. Ja. Wij zijn heel erg beschermd opgevoed door mijn moeder. En iedereen moet je vertrouwen. En de gevaren werden niet echt getoond.
denk, hoop ik dat hij zegt van nou, aldoende leert men, ik ben trots op je dat je er nu zo voor vecht en dat je er zo uitkomt. Ja. Dat hoop ik voornamelijk. En wat denk je? En ik denk dat hij er wel zo naar kijkt. Wat ik zeg, ik vind het heel jammer dat hij niet bepaalde dingen meer kan meekrijgen. Hè? Dat hij zijn kleinzoon niet kan zien, dat hij zijn kleinkinderen niet mee kan maken. Ja. Dat vind ik heel jammer. Ja. Aan de andere kant moet je ook de vraag stellen van wat als hij er wel nog was geweest. Ja. In de positie en de situatie hoe hij nu zat. Ja. Ik heb er wel eens vaak met mensen over. Want, nee, wat is erger? Hè? Is het erger om je vader te verliezen? Dat je kunt zeggen, oké, ik heb het een plek gegeven, hij is overleden. Of is het erger om te weten dat je een vader hebt, maar die eigenlijk ja, dan had niet... jouw jeugd misschien anders verlopen. Denk het wel. Negatieve. Nee, negatieve. Ja? Ja, zeker. De laatste fase van zijn leven is heel, heel, heel vervelend geweest. Voor heel het gezin. Daar is heel veel agressiviteit mee gepaard gegaan. En het is ook logisch. Die drank verpest heel je... Ja. Als je 's ochtends begint met een fles wijn, dan... Verpest het veel in iemand zijn kop. Zo. Ja. Dus dat. Ja. Zullen we een wijntje drinken? Nou, eentje dan. Ja. Ja. Zo. Oké. Okay. Ja, dat is... even stil. Daar ben ik even stil van, ja. 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 Dan gaan we even een stukje terug. Even iets leuks. Goede tijden, slechte tijden. Je hebt vast een leuke anekdote die zegt van... Ah, Lachen. Ja, kijk, die serie is natuurlijk niet voor niks. Het is een commerciële omroep. Dus wat wij in die serie moesten doen, ik ga geen namen noemen, maar moesten regelmatig een chipsmerk of een snoepjesmerk sponsor naar voren komen. En dat werd dan helemaal gearrangeerd. En dan had je in een bepaalde zin moest je dan een chipje in je mond stoppen of een snoepje. En op een gegeven moment hadden ze bedacht, Lieke van Lexmond zat naast me, zij speelde mijn zus. Dat het dan leuk zou zijn als ze zo'n snoepje lucht in zou gooien en zo zou vangen terwijl ik met een tekst bezig was. Ja. Dus we tellen af om met de opnames in te gaan en ik begin met tekst en het enige wat ik hoor achter mij... was dat snoepje. Ja, uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen, maar dat hebben we toch een ander sponsor een beetje van gemaakt. En wij varen hoofdzakelijk tegen de stroom in, Geert. Ja. Vaart Geert ook vooral tegen de stroom in? Of? In mijn leven heb ik sommige momenten wel tegen de stroom ingevaren. En heb ik niet de routes altijd bewandeld zoals een regulier kind dat misschien zou doen. Zoals? Nou ja, goed, ik ben niet iemand geweest die heel officieel... zijn opleiding heeft afgemaakt en heeft gezegd, oh, ik ga dat doen en ik ga die richting op. Kon je wel goed leren? Ik kon heel goed leren. Ja. Alleen ik wilde het niet. Nee. Dus, tegen de stroom in de klas? Nou ja, dat nog niet eens. Want als ik mijn best moest doen, zeiden, oh, je moet nu je best weer doen, dan deed ik mijn best. Maar ik had er gewoon geen zin in. Ik wilde gewoon werken, ik zat ergens anders met mijn hoofd. Aan het dromen. Dus, een dromer een beetje, Geert Hoes. Ik was toen een heel erg dromer. Nog? Ik denk dat dromen heel positief is. Als je geen dromen meer hebt, dan denk ik dat het leven heel... En wat is jouw grootste droom, jouw toekomstdroom? We hebben het net even gehad over wat je maar jouw doet. Echte droom? Is dat in Spanje een huisje met je kinderen of hoe moet je dat zien? Mijn allergrootste droom is dat ik op Aruba... En stond ooit in mijn horoscoop dat ik een huis met een veranda moet hebben. Daar kom ik het meest tot rust. Okay. En ik ben daar ooit op een huis geweest, die had een veranda. En daar heb ik in zo'n wipstoel, zoals je het kent, gezeten. Met een strandje, een palmboopje. Als ik hem zo kan eindigen ooit, en dan mijn kinderen dan af en toe lekker langskomen. Kleinkinderen? Kleinkinderen ook. Ja? Het liefst heb ik een hele grote tafel met heel veel eten erop. En heel veel gezelligheid. Ja. Dan ben ik heel blij. Dat is echt waar. Kijk, krijg familie bezoek. Eend. Familie Eend op de wal daar. Niet eentje, maar...
De vraag van Rob. Ja. Onze kapitein. Wat was jouw grootste uitdaging? Wat was mijn grootste uitdaging? Die weet ik wel. Ik teken ooit een contract bij SBS6. En toen dacht ik ook, ga je leuke programma's presenteren. En zoals dit, weet je wel, lekker buiten. Maar toen stond ook in mijn contract dat ik shownieuws moest presenteren. Het was een live programma, keken toen nog heel veel mensen daar. En ik dacht echt, oh, dat ga ik wel doen. En ik kwam 's middags op de redactie om 2 uur. En moest mijn teksten gaan schrijven. Hup, hup, hup. En ik had een oortje in. En om 7:10 zei de regisseur 10 seconden. En toen ging de lier erin. Dit is shownieuws met Geert Hoes en Annemieke Vermolen. Woef. En die camera komt op. Ik zie daar die tekst rollen door dat scherm heen. En toen dacht ik, kak. Ik heb nog nooit zo'n spanning gehad. Ik denk dat mijn nagels nog steeds in die desk staan. Was live ook, live tv. Was live, ja. Shownieuws, ja, ja. Hoe ben je er uiteindelijk doorgekomen? Die eerste aflevering was echt afschuwelijk. Ja? Heb ik niks van meegekregen. Daarna heb ik alleen maar gelachen. Ik presenteerde shownieuws met Patty Bart, met Evert Zandegoets, met Annemieke Vermeulen toen ze nog bij SBS zat. Ja. Ik heb ook hele mooie, leuke momenten meegemaakt. Vooral met Patty, die dan... Die draagt een korset en dan bukte ze. En dan net voor de uitzending wilden ze nog heel even iets goed doen bij de schoenen. En dan kwam ze niet meer omhoog. Dan zat ze vast. Maar dan moest ik wel mijn tekst al roepen. Ja. En dan hoorde je linksonder alleen maar gekreun. Ja. Gekreun van Patty Bruid. Ja, zo, dan kwam weer niet meer bij. Ja. En dat kon op een gegeven moment ook. Ja. Weet je wel, dat was gewoon leuk. Geert Hoes en vrouwen. Geert Hoes en vrouwen. Nou ja, ja, een vrouw is toch een heel mooi iets. Ja, ik vraag het aan jou. Ja. Toen ik in het verleden, toen ik bij Goede Tijden zat, was het natuurlijk een hele gekke periode. Want dan maak je hele rare dingen mee. Ik weet wel eens dat ik een keer... Ja, vertel. In Heerlen moest ik een optreden doen, Snappel. En sliep ik daar met mijn beveiliger. En dat 's nachts geklopt werd en stond er een vrouw in een badjas. Die gooide de badjas uit zo. Koos ze voor jou of voor de beveiliger? Nee, ja. Allebei. Maar je maakt hele rare dingen mee. En hoe belangrijk is de liefde voor jou? Ja, liefde is voor mij heel belangrijk. Dat geeft ook, dat is ook je rustpunt. Voor mij is thuis altijd een soort rustpunt geweest. Oh. We hebben een rustpunt, vriend. Ja. Hallo. Heb je ook huisdieren, Geert? Wij hebben een kat. En die heet Els. Elsje. Els, ja. En Els die, een lapjeskat. Oké. Nog heel jong, maar hij is wel heel leuk. Geeft toch altijd een soort vreugde. Ja. Spiegel. Kijk je vaak in de spiegel, Geert? Of vaak in de spiegel kijken? Daar hangt hij. Nou, ik kijk iedere ochtend even in de spiegel om mijn haren te doen. En soms is het ook wel goed om jezelf even te spiegelen, vind ik. Ja. Maar dat doe ik dan met een kat. Hoe herken je als je kip ziet lopen, welke kleur ei die legt? Ja, dat weet ik niet. Weet je niet? Nee. Zit hier achter zijn oortje zit een lelletje. Dat is een wit of een bruin lelletje. Serieus? Moet je maar eens goed kijken. Nou, dan gaan we naar kijken. Maar weet jij hoe een vis in een school vissen weet dat hij bij die vissen hoort? Hij heeft geen spiegel. Hoe weet hij nou dat hij gestreept is en ik moet bij die gestreepte visjes zwemmen? Hoe moet hij dat weten? Hij kan zichzelf toch niet zien? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Vreemd, hè? Ja. Toch? Vind ik heel vreemd. Ja, dat is vreemd, ja. Maar ik heb begrepen van boswachter Frans Kapiteins dat ze uitpuilende ogen hebben en dat ze met die ogen zichzelf kunnen zien. Een vis? Een vis, ja. Ja, hoe moet anders verklaren dat ze weten, hey, ik ga daarbij zwemmen. Die andere vissen roepen niet van, hey, blub. Dus zo leer je nog eens wat. Echt? Geert, hobby. Vis heb ik gehoord. Ja. Vissen is een hele grote ontspanning voor mij. Wandelen is een heel grote ontspanning voor mij. Een kilometer? 10 kilometer? Nee, gewoon een lekkere wandeling door de natuur maken. Okay. En hou je van muziek, Geert? Ik ben redelijk breed qua muziekoriëntatie. Wat draai je zelf in de auto als je nou zo meteen naar huis rijdt? Daar heb ik Radio 1 aan staan. Oké. Dan gewoon even luisteren naar wat er dan is. En nu met de Tour de France helemaal wil ik eigenlijk wel alles even meekrijgen. Ja. Vind ik altijd heel relaxed. Sport je zelf ook nog een beetje? Te weinig. Wat zou je willen doen? Voetballen?
Boksel 7? Ja, precies. Ja. Ik heb wel in de planning zitten. Ik had met Erik van Weert erover gehad. Om wellicht mee te gaan doen met dat team. Ja. Dus dat zou ik toch wel leuk vinden. Maar goed, dat is ook een beetje een derde helft team natuurlijk. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat ik me daar wel bij aansluit. Ja, ja. Leuk. Kijk, er zit een heel mooi vogeltje daar beneden. Kijk maar eens. Zo, dat is daar een... Zo. Kijk. Dat is een, hier. Kijk. Dat is een Japanse meeuw daar. Een witte ding. Zie je dat? Die is heel uniek. Ja, maar die komt uit de volière. Ja. Ja, dat is een Japanse meeuw, die zit op een Japanse duizendknoop. Zou die hem dan toch opzoeken? Ja, zoek maar op, de Japanse meeuw. Jij gelooft me niet, hè? Geert, we zijn aan het einde van de tocht. Ik wil jou hartelijk danken voor dit openhartig gesprek, mag ik wel zeggen. Ja, dankjewel. Dank voor de prachtige tocht ook. Ja, en ik hoop dat de mensen een andere Geert Hoes hebben gezien. Dat denk ik wel. Ja. Goed, man.